Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling en zijn staf hebben hoog bezoek gehad van de nieuwe gramang der Sarmakaners, Albert Aboyekoni. De nieuwe Bakken-stamleider was onlangs op audiëntie. Het is een eerste officieel bezoek sinds hij door president Desiree Bouterse is beëdigd. De gramang was in gezelschap van enkele kapiteins, Bashas en Johan Pansa. Pansa was de afgelopen 4 jaar waarnemend gramang en heeft de leiding van de stam ondertussen overgedragen aan het nieuw stamhoofd. Taki Fossi, a gramang spot in foto, na asidopo, da. Mon nek kla lanti kul kwa kondre di unu. Sa broko, sa de ete, kwa sa graman baso. Mwa este presu di tangi, fwa otfan. I a minister, nan en staf, otfan a gram. De trap. Gado langa anu giyu. Precies na fase van je artikel. Dus even artikel nog kreeg. Ga er nog langer aan doen. Ga er nog een lobby zijn is aan nog kreeg. Maar even artikel. Ga er nog langer alle aan nog kreeg zijn uit van de oorlog. Maar nog ga er nog even voor zakken doen. Na de hele bisman, na de zaal. Ik ben aan de hele makandra. Na de oude zelf om krakayu. Kom je rij. Nou, alles aan zijn de van hoe ik kan doen. Dus, na de woord dat hij, nu aan dat hij, aan ministerie voor regionale ontwikkeling, na alle dingen, goed dat hij in een totaliteit, dan zat de camera zijn, aan in de Europa die zit, waar hij 100% drie in de. Dat je de kennis de alle tools voor kan krakawi voor kan doen. Ik denk dat je een challenge hebt om te doen, dat je wordt toe, dan gaat hij meer op profit. Maar ik pa, alleen maar een zin in papa's. Dat je een fossie smaak die je moet begieten, een zin in de. Na je zin in begi. Da eu serei fim que pardon, quando é fim do mangue eu serei fim pardon, e não que traz uma pá. Como que eu serei fim pardon? Está para fosse preso. Dado que eu vou ficar com o método de embeçari, da que o Black Amandei, o Firi Anuari, para a underwear para de inha recte daqui. Me dê que está aqui, tem uma sanipsa, para o que eu serei fim, para pain fadon boas of on boas. A eerste smaak om alleen te babas ja doen we begin naar we safe, we begin we safe, we begin puur kokonaiu, we begin free we safe, en op moment zei free we safe, dat je ding start babas ja, fukan verkeer voor een trap, en nu na libisma, en dan alle auto kort komen, zou abi, dan natuurlijk, het om alleen te kade onbetrep. Madam, we begin at Shapi Sidati. Unu for Kifu Serefi, and Opu for Palatras. For Kifu Serefi.
kan de giwa handelen, kan de giwa woord toe. Dan, takenso, in die we, in guapa. De gramang werd bij vertrek uit het gebouw van het ministerie van regionale ontwikkeling verrast door stamgenoten die hem met zang en dans naar zijn auto begeleiden. Kindertehuizen in Suriname krijgen een plantenkas. Dit dankzij het project Encouraging Children's Homes to Grow Crops for Food Security and Climate Change Resilience van de UNDP, die in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij het project uitvoert. Het doel van het project is om kindertehuizen in staat te stellen om hun eigen voedsel te kunnen produceren, ongeacht de weersomstandigheden. Dus als het nou extreme regens zijn, of in ieder geval in gecontroleerde condities in de kas. De kindertehuizen die in aanmerking zijn gekomen, dat zijn Mariahoeve in Wanica, Odoniti in Para, Ebenezer in Saramaka, Openpoort in Ikeri en Tsukdam in Kamoene. Het project bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste is dat er bij de tehuizen een kas wordt opgezet. Vervolgens worden de trainingen verzorgd door het ministerie van LVV aan de kinderen en begeleiders om gewassen te telen in de kas. En er wordt ook een samenwerkingsverband bewerkstelligd tussen de kindertehuizen en een lokale landbouwer, zodat die landbouwer ook na het verloop van het project technische ondersteuning kan bieden aan de tehuizen. Het ministerie die zal ook onderzoek verrichten bij de kassen, naar de teelt, hoe dat gaat in vergelijking met teelt buiten de kas. Het hoofdproject, dat is de Japan-Caribbean Climate Change Partnership, dat is de GCCP, is een regionaal project dat eigenlijk in 8 landen wordt uitgevoerd. De overheid van Japan heeft dus $15 miljoen beschikbaar gesteld voor Caribische landen, waarbij ze dus eigenlijk deze landen weerbaar moeten maken voor de effecten van klimaatverandering. Suriname is dus lid daarvan en we hebben daarvoor fondsen beschikbaar gehad om dus on the ground, dus met ministeries, nationale instituten, NGO's, projecten uit te voeren. In Suriname hebben we dus 6 pilot projects, waarvan dat samen met LVV, dus dit project, een van ze is. Dus het project is vandaag gelanceerd. Dit project is een LVV/UNDP. In samenwerking met JCCCP Partnership. JCCCP staat voor Japan Caribbean Climate Change Project Partnership eigenlijk. Dus wat dit allemaal inhoudt is ondersteuning aan kindertehuizen om zelfvoorzienend te kunnen zijn met het ontstaande climate change aspect. En dit hebben we ook kunnen doen door een plantenkast op te zetten voor de kinderen om zelfvoorzienend te kunnen zijn. Wat LVV tot nu toe heeft al kunnen doen is trainingen verzorgen aan de kinderen van inzaaien, van zaden in zaaibakken tot binnenkort straks het oogsten van gewassen. Er zijn in het begin 5 standaard gewassen gekozen voor de trainingen om de kinderen instructies te geven aan hoe ze moeten planten. Dat is dan bloemkool, kool, pak choy, tomaat en paprika. 1, 2, 3, 4.
De lounge heeft plaatsgevonden in de tuin van het kindertehuis Mariahoeve in het district Para. Het project wordt gefinancierd door een fonds die is vrijgegeven door Japan voor de uitvoering van een groter Caribisch regionaal project met als doel om Caribische landen weerbaar te maken voor de effecten van klimaatsverandering. Ik ga mijn speech vooral richten naar de kinderen toe. Omdat dat de bedoeling is, denk ik. Om ze weerbaar te maken, om jullie sterk te maken tegen verandering van klimaat. Hoeveelheid regen, temperatuur, allerlei andere dingen. Die kassen hebben als doel om ervoor te zorgen dat we eigenlijk, dat jullie altijd voedsel hebben. Je mag een groot huis hebben, een mooie auto, goede kleding, merkkleding, dure parfum. Alles is oké, maar als je honger hebt, hebben die dingen geen waarde. Dus waarvoor we moeten zorgen als eerste is dat we voedsel hebben. Maar we hebben een paar problemen. Dat is klimaatsverandering. En het komt deels ook door ons, omdat we die auto rijden en die fabrieken hebben en uitlaatgassen. Het is ook goed dat je een beetje gereguleerd, noemen ze dat, zelf kan reguleren in kassen, wanneer je water geeft, hoeveel mest en allerlei andere dingen, om toch te kunnen produceren in die kassen. Dus het is belangrijk dat jullie je harder gaan inzetten om vooral te studeren. Dat is één. Maar ook te blijven leren hoe je moet planten. Jong geleerd is oud gedaan, zeggen ze. Dus als je nu leert, ga je het later zeker kunnen doen. Voeding, dan wel gezonde voeding, is zeer belangrijk voor een mens. Dat geeft minister Surjan aan de kinderen van Mariahoeve mee. De Surinaamse Pentjaksilat Associatie, SPSA, heeft haar bondsgebouw te Richelieu Komowene in gebruik genomen. De minister van Sport en Jeugdzaken, Lalini Gopal, heeft samen met de associatie de handelingen mogen plegen met voorafgaand enkele toespraken. Prachtig gebouw, een eigen huis. En dat wil zeggen, als u een eigen huis hebt of heeft, dan... Ja, kunt u van daaruit, toch, net als de regering, beleid maken, beleid uitvoeren. En dat geeft aan de waarde en de norm die de associatie heeft om van daaruit te kunnen activiteiten ontplooien. Een eigen huis, een eigen bondsgebouw, wil zeggen een eigen identiteit, een eigen waarde, een eigen norm. Vanaf de overname van de bond door... Het op 21 augustus 2016 gekozen bestuur onder mijn leiding zijn wij ondanks vele tegenslagen en tegenwerkingen van anderen doorgegaan met realiseren van het ontwikkelingstraject van de Surinaamse Pentjaksilat Associatie, namelijk het professionaliseren van onze organisatie en de lidscholen middels het verzorgen van trainingen, het verstevigen van de samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugdzaken, de IPSI en Persilat, andere sportbonden en alle andere maatschappelijke organisaties. In dit kader kunnen we misschien de Pentjaksilat als schoolsport introduceren. Allemaal het bekende spreekwoord familie kijven, familie blijven. En dat is hier aan toepassing. Als minister wil ik daarom alle partijen uitnodigen om samen met mij aan tafel te gaan en op basis van wederzijds respect van gedachten te wisselen hoe we de harmonie in de Pentjaksilat-familie kunnen terugbrengen. In het andere geval gaat het jammer zijn voor de sport en zullen we de mogelijkheden van het hebben van een eigen bondsgebouw ook niet maximaal kunnen benutten. De associatie bereidt zich momenteel voor op de wereldkampioenschappen die volgend jaar hoogstwaarschijnlijk in Saoedi-Arabië gehouden zullen worden.
De voorzitter heeft alle Pentjaksilat scholen opgeroepen om zich aan te sluiten bij de SPSA om samen de Pentjaksilat sport tot verdere hoogte te brengen.